enige regelmaat doet. Denk aan die treffer tegen Ajax vorig seizoen. Met deze benadert de schoonheid van die goal. Het begint met dat lakse uitverdedigen van Heracles. Maar dan een beauty werkelijk van Navarro naar voren in de bovenhoek. En zo komt Vitesse op schitterende wijze op 1-0 voor. Het is 4 tegen 4 als Ødegaard tempo houdt. Meegeven aan Darvalou. Darvalou naar zijn linker en in de korte hoek. Wat een schitterende goal van die spits. 3-0. En zo is dat momentum dat Heracles een beetje leek op te bouwen helemaal weg. Ze hebben ontzag voor de sprintsnelheid van de Algerijnen. Het begint hier als Peterson zich heel gemakkelijk van de bal laat zetten. Ødegaard tempo houdt in deze aanval. Van der Buijs wel heel erg veel ruimte gunt aan Darvalou om zijn actie in te zetten en uit te halen. Dit zou dus gevaarlijk kunnen worden. Sterker nog, een doelpunt voor Vitesse. Halve omhaal van Biro, die geen prettige tweede helft beleeft. Die eigenlijk ook al in de beginfase had kunnen scoren. In de tweede helft geel ontvang, na 1-2 duwen. Maar dan nu doet, waar hij als aanvallende middenvelder voor staat. Ze maken van een doelpunt een halve omhaal. Aan de andere kant vraagt Ødegaard. Ja, die was wel iets meer naar binnen gekomen dan hier. Oh. Geen slechte controle. Karavajev buitenom. Schot van Ødegaard. Ja, die vliegt erin. En dan is het een fantastische treffer. Door de controle en het schot. Doelpunt van de maand wordt mede mogelijk gemaakt door GLD Print en Media.